looks like that. Aan de andere kant kun je zeggen, misschien not too late, dat ze bij de volgende start er beter uitkomt. Hier, ze neemt de Française mee. Is that me? That's what I'm saying. Oh, yeah. Geconcentreerd voor de tweede keer. This is when they're falling. Is nu beter weg op snelheid, maar houdt het dan niet, gaat het vooruit. En dit keer de Duitse Rudolf mee. Een beetje raadvol. En dan drie keer scheepsrecht. Nou, Assam is het. De concentratie bij Mao Assam. En dan is het na 3 meter afgelopen. Weg voorlopig Olympische droom, in ieder geval op de 500 meter. It's a crap thing to put on, eh? Yeah. I know, what a twat, imagine doing that. You'd have to be Brian Reed to be that stupid. Yeah. Because I can. Yeah. Oh, there was the helmet cover. Zonder nominatie kende een slechte start. No, that's true. Veroorzaakt ook hier een valpartij. En na de herstart was ze kansloos. Wie won er dan wel? Het was een finale tussen een Chinese, twee Canadezen en een Bulgaar. Well, that is the selling point of the sport. That's the funny thing. Wie anders zou je bijna zeggen? Ze won de afgelopen 3 World Cups soeverein deze afstand. Ze heeft hier de leiding. En die staat ze niet meer af. Wang wint de 4e World Cup op rij. Ook de mannen reden vandaag een 500 meter. Thomas Movendorf, Niels Kerschot en Cees Juffermans kwamen er niet aan te pas. 5 mannen in de finale. 3 Koreanen, de Amerikaan Kepka en de Chinees Lee. En het wordt een Aziatisch feestje. Jung Soo Ahn, die kennen we nog van de Olympische finale in Salt Lake City. Hij was betrokken bij de beruchte valpartij met Papa Mohono, de Amerikaan en de Australiër Brad Lee. De gekke Australiër begon daar goud. Deze aan werd 4e. Vandaag wint hij in Den Haag. Wow, we zien hem weer over lang. Goed, dan hebben we deze vorm van Olympische sport ook gezien. En dan koppelen we dat weer terug naar het lange baan schaatsen, want zo heet het officieel. En dan moet je toch altijd zeggen dat op het moment dat daar de 5 ringen verschijnen.